Laat eens even zien dan. Dat is hartstikke mooi. Kijk, en zo verdient Games net zijn geld. Ik heb 5 euro aan die jongen gevraagd. Ja. Hij gaf 7. Prima. Goed hoor. Ja, klaar nou. Wegwezen nou. Weg. Wieberen. Wil je niet meer zien nou. Wegwezen. Kst. Onze trouwe witte ros, onze tuk-tuk, brengt ons ook dit jaar weer op vele plaatsen. En vandaag is dat de parel van het zuiden, de lichtstad Eindhoven. Kampioenen van 2015-2016 van de Nederlandse Eredivisie. Maar dus ook het decor voor het Walhalla van YouTube Kijkend Nederland. Want hier is namelijk het DDG en Friends Event. En dat betekent, het is eigenlijk een kleinere versie van de Dutch YouTube Gathering, waar je de foto kan met je favoriete YouTubers, kan kletsen met je medefans en natuurlijk kan gamen bij de Gamersnet Tuk-Tuk. Maar het is niet allemaal koek en ei. Want een van de grootste YouTubers van Nederland, onze bloedeigen Marcel, was niet uitgenodigd, heeft geen eigen podium en moet het dus doen met een plekje bij... Lennart, sorry, ik moet even ingrijpen hier. Ik heb het afgewezen. Dit is te klein voor mij. Ik zei, ik kom alleen als Gamersnet ook komt. En zo doen we staan hier. Daar heb je je heel goed uitgeloot. We gaan eens even kijken hoe het verder is hier. Fucking lul, joh. Steeds vaker op YouTube-events. En dat is niet zo gek, want duizenden gamers komen op hun favoriete YouTubers af. Ties Games is hier, Gio is hier en natuurlijk vriend van Gamersnet. Dus David, daar zit hij. Heel de dag handtekeningen uit te delen. De rij gaat echt werken tot hummeldag. Werd net trouwens zelfs een Gamersnet shirt weggegeven door in het publiek. Was heel vet en 3 mensen wilden hem hebben. Maar goed, wat is hier verder te doen? Nou, je kunt hier shirtjes kopen, je kunt hier game gear kopen. Plantronics is hier met een stand. En verder is dat het wel, want men wil hier natuurlijk een YouTuber ontmoeten en dat is waar het om draait. Maar gelukkig kun je altijd nog een beetje ontspanning zoeken bij de Gamers en Tuk-Tuk. Wat is je favoriete game hier op de Tuk-Tuk? Nou, op dit moment Mario Kart, want daar weet ik van hoe het werkt. Dus, Ik denk Mario Kart. Mario Kart. Ook een tournament. Mario Kart, dat scheuren op die racebaantjes. Hè. Mario Kart 8? Ja. En waarom? Ja, dat doe ik vaak met mijn zoon. Dus daarom eigenlijk. En heb je ook gewonnen? Nee, ik was 2. Hij was 1. Dus nou ja, zit niet altijd mee. En heb je hier ook een favoriete YouTuber? Ik niet, maar mijn zoon wil een heleboel. Mijn zoon, dat is mijn favoriete YouTuber. Ja. Dus ja. Robby. Lars. Faco Games. Ties Games. Raoul van FC Roelie. David. Allemaal eigenlijk. En wat is de langste rij waar je vandaag hebt ingestaan? Zei je? Wat is de langste rij waar je vandaag hebt ingestaan? Ik denk die van Faco. Half uurtje. Die van Don. Hoe lang duurde die? We hadden heel snel kunnen zijn, alleen verwachten ook op Milan, dus hebben we een paar uur erin gestaan. Die van Gio. De langste? Allemaal even lang. Maakt er niks uit. Dus. Prima. Ja. DDG Friends zit weer op. We hopen dat jullie een mooi beeld hebben gekregen van wat dit evenementje is. Ik vond het prettig, want het is wat kleinschaliger dan die enorme Dutch YouTube Gathering. Ja, en het is ook wat minder schreeuwerig of zo. Ja, het heerst hier nu ook een serene rust. Ja, sowieso. Het is bijna afgelopen natuurlijk. Maar kijk, op de YouTube Gathering was het zo dat YouTubers hier ook rondliepen en dat al die schreeuwerige kinderen erachteraan gingen.
Maar hier... Al die schreeuwige kinderen. Nee, maar hier is het wel echt goed georganiseerd. Je hebt... Iedereen krijgt een podium, iedereen staat in de rij. En af en toe hoor je wat gegil, wat geschreeuw, maar het is... Ja, dan breekt iemand zijn been en dan hoor je dat. Nou ja, en dan is ook snel weer weg ook. Is ook zo. Afvoeren en door. Hé, het was gezellig bij de tuk-tuk. Absoluut. Veel volk. Veel volk, ja. Veel terugkeerders ook. Maar we stonden ook naast Awesome Retro. En daar kun je lekker op zitzakken, chillen en gamen. Ja, wat zat er bijvoorbeeld bij Awesome Retro? Dat is een Mario Kart 64. Ja. Bij ons is het Mario Kart 8. Dat is leuk. Ja, precies. En we hadden Pokken Tournament en daar had je geen Pokémon. Nee, dat is ook leuk. Ja. En hier, ja. Hey, jongens, bedankt voor het kijken. En wij vragen ons af wat onze volgende stop is van de tuk-tuk. We hebben een hele zomertour. We gaan onder andere naar de Belgium Tube Days. Ja. Dan ook naar Amsterdam Comic Con. Als je daar naartoe komt, komt ons zien. Maar de volgende stop is toch iets anders. Campzone. Ja, man. Super vet. We gaan een nacht kamperen met de tuk-tuk. De tent komt onder de tuk-tuk te staan ook. We slapen naast de tuk-tuk en dan gaan we nacht kamperen. En het wordt één groot feest. Dat op Campzone. Tot zover DDG Friends. Daniel, out. Laters. Doei. Dan sta je hem te zwaaien daar. Kom in beeld dan, en hier zwaaien dan. Kom maar zwaaien. Hallo. Hoi. Ja. Goed? Ja. Mooi.